Het adres staat hier onderop. Hier. Ja, het adres. Oh, dan moet ik op internet. Oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht hierop. Je kan ook hier tekenen. Hier mag je ook tekenen, hoor, als je wil. Ja, goed. 11 februari 2012. Op de zaterdag bij Occupy Utrecht. En we demonstreren tegen de ACTA, het ACTA-verdrag. Want het is niet eens een wet. Het is een handelsovereenkomst. Die niet alleen goedkope medicijnen tegen AIDS in de derde wereld in gevaar brengt, maar ook onze privacy als Facebookers. Of misschien heb je een Hives of wat dan ook. En je kunt hier online bij ons, bij Occupy Utrecht, kun je de petitie tegen de ACTA, het ACTA-verdrag ondertekenen. Amnesty International heeft vandaag geadviseerd tegen het verdrag. Maar ook Merkel van Bundesrepubliek Duitsland heeft aangekondigd dat Duitsland het verdrag niet zal gaan tekenen. Ja, rustig. You can sign the online petition against. We have a computer there, you can sign online. En straks dan echt medicijnen, want alles veel duurder. Je kunt de petitie tekenen, Ja. Ik werk bij het RIVM. Ja. Wij helpen derde wereldlanden vanuit de staat om zelf allerlei vaccins en eigen beheer allemaal te produceren. In Vietnam doen we trainen met mensen die we kennen zo te dragen. Ja. Dus dat is hele goede zaak. Maar stel je nou voor dat al die miljoenen AIDS-leiders in India en Thailand, dat die opeens niet meer 60 cent per dag moeten betalen, maar 3000 euro per maand. Dat zit er niet in voor die mensen. Weet je wat hij eens moet doen als hij het over wil lezen? Ze moeten waarschijnlijk dat Bill Gates erover geschreven heeft. Bill Gates Foundation. Gaat hij doen? Gaat hij mij op? Bill Gates. Oké, ik zal verder hierop richten. Ja. Het trof mijn attentie. Ja. Maar Bill Gates Foundation. Oké. Okay. En nog steeds bij Occupy Utrecht. Tot zover even het begin van de anti-ACTA demo hier bij Occupy Utrecht. 11 februari 2012. Op de zaterdagmiddag. Mensen kunnen hier online de petitie tekenen.
zou ze zeggen, bedankt voor het kijken. Later. Doei doei.